mooie tweede dag van het stripfestival hier zo in het Chassé Theater. Tijd maken om bij onze uitreiking presentatie te zijn van de Willy van der Steen stripprijs. Want het is toch weer ontzettend mooi dat hij inmiddels deze belangrijke prijs voor de derde keer uitgereikt gaat worden. Op dus ja, deze dag op het stripfestival in Breda. Een 10 wordt deze prijs voor het beste Nederlandstalige album uitgereikt. Dus dat wil zeggen wat er afgelopen maanden uit is gekomen in Nederland en in Vlaanderen. En die prijs die wordt mogelijk gemaakt door Stripgids en de Stichting Strips in Beeld. En die stellen dan een jury samen, want het is natuurlijk wel taak om te gaan bekijken wat er allemaal uit is gekomen. En dan moeten zij er samen uitkomen om een winnaar te gaan kiezen. En die winnaar die krijgt dan 5000 euro en een opdrachttekening van degene die in dit geval vorig jaar heeft gewonnen. Dus als eerste ga ik bij me vragen Bart Wuits, en dat is de voorzitter van Stripgids, de Vlaamse striporganisatie die deze prijs organiseert. En die zelf ook een heel mooi blad uitgeeft onder andere. Waar je gewoon een abonnement op kunt nemen. Dat is tot zover de gratis reclame, Bart. Goedemiddag. Ja. En wat te vieren ook, hè? 50 jaar jong, Bart. Over Nederlandstalige werken. Ja, dus, dit is fantastisch dat dit een Vlaams-Nederlands initiatief kan zijn. Verbonden aan het grootste stripfestival der Lage Landen, denk ik. Of laten we dat vandaag maar zeggen, toch op zijn minst. In een leuke stad, Breda, net over de grens voor ons. Dus het centrum van de wereld eigenlijk. De navel van de wereld, waarom is dat hier zo? Dus die samenwerking, halleluja, dat moeten we gewoon blijven doen. Het is heel belangrijk om die kunstvorm die de strip wel is, om die ook te kunnen honoreren met een prijs. Bart Wuits, dankjewel. Graag gedaan. Het is heel erg veel werk om te jureren. Het is ook ontzettend leuk omdat ik het vorig jaar met een aantal andere mensen heb mogen doen. Dus daarom ga ik even onze juryvoorzitter erbij vragen. Dat is Joeri van der Steen. Ook kleinzoon van Willy van der Steen. Dus ontzettend mooi die link met de familie er natuurlijk nog steeds is. En Peter de Wit ga ik er ook nog even bij vragen. Dus alsjeblieft applaus voor deze mannen. En er waren nog meer mensen in de jury die er ook nog waren geweest. Benedict van Egen werd dit jaar gevraagd, de communicatiedeskundige. Helene Driessen, coördinator van de Stripgids. En Koen Maas van de Perfecte Podcast. Ik op tafel liggen werd al heel snel duidelijk welk album dat er in het oog sprong. En we waren er heel snel uit. Ja. Onder andere bekend ook van Sigmund, mensen die Volkskrant hebben, die zien jou praktisch iedere dag ook. Zeker. Hoe was het om te jureren, Peter? Ja, veel leuke, spannende en interessante boeken. Het is ook een voorrecht om in de jury te mogen zitten. Weken achtereen krijg je pakketten thuis met al het moois dat het afgelopen jaar is gemaakt. Omdat het er zoveel waren, noteerde ik in een schrift bij elk boek dat ik las mijn opmerkingen en bij de cosmonaut zet ik meteen een rode stip kanshebber. Jan Vriends is een verteller, net als Willy van der Steen dat was. Als lezer voel je meteen dat je goed zit. Bij mij zijt ge veilig, zou Wim Helsen zeggen. Vriends leidt je door het verhaal. Tekst en tekeningen vullen elkaar goed aan. Het is ook een sympathiek en origineel verhaal. Een verhaal waarin je een paar uur kunt onderduiken en de gewelddadige en turbulente tijd waarin we leven even kunt vergeten. Wat een beetje vreemd is, want het gaat over de Russische cosmonaut Vladimir. Maar dat hij Rus is, is eigenlijk niet belangrijk. De cosmonaut bevat drama, vele leuke grapjes, originele vondsten en verrassende wendingen. En je steekt er ook nog veel van op. Bijvoorbeeld over tuinieren. Is er dan niets slechts over de cosmonaut te zeggen? Toch wel, helaas. In de cover zit een gat. Een groot gat, slordig van de uitgever. Die wij toch kennen van prachtig verzorgde boeken. En nu moeten jullie allemaal zeggen, dat hoort zo. Dat hoort zo! Ah, ik begrijp inmiddels dat het de bedoeling is. Dat het juist erg moeilijk is om dat ronde gat precies op die plaats te krijgen. Hulde dus voor de uitgever Sketch. En hulde voor Jan Vriends. Oké. Okay. Peter de Wit, dankjewel. Samen met de jury waar we nu de straat van het feestpark hier eens bij gaan halen. Jan Vriends, voor de cosmonaut, onze winnaar. Nog een... En dan krijg je zo'n telefoontje, want dan is de jury eruit.
En dan wordt er gebeld, inderdaad. Hè. Dat lijkt me ontzettend leuk om ook dat, met dat nieuws te mogen bellen. En dan neem jij op. En dan heb je dus Kurt aan de telefoon, die regelt dat allemaal. En wat zei die? Bleef dat hangen? Ja, nou, het was wel... Ik was aan het wandelen met mijn hond. En Kurt belt. En ik denk, gaat hij iedereen bellen die verloren heeft? Dat is eerst alsof je bent gezakt voor je eindexamen, zeg maar. Ik denk, dat is aardig van hem. Maar toen zei hij dus dat ik had gewonnen. En dat was... dat raakte mij wel heel erg. Ja. Vorig jaar spraken wij elkaar hier zo ook op het stripfestival. Ja. Toen was jij... jury. Voor de stripkampioenen voor Nederland. Om te kijken wat er aan jeugd inderdaad zich Nederlands kampioen de striptekenen zou mogen noemen. Toen vertelde je al, ik heb een mooi contract getekend. Ik heb een mooi plan. Is het precies zo gegaan zoals je wilde met de cosmonaut? Ja, het is precies zo gelopen. Ja. En beter nog, want ja, ik heb nou de beste... Nederlandstalige album van het jaar hebben wij nu uitgegeven. Knap, hè? Ja. Hoe werk jij? Begint dat van met schetsen of gaat dat meteen al op een iPad of op een computer? Tekst is altijd leidend, dus ik ga altijd heel lang nadenken over de teksten, de begeleidende teksten, de dialogen. Die schrijf ik in een heel klein boekje allemaal op. En dan maak ik kleine schetsjes per pagina. En die heb ik dan op voorraad liggen. Dus dan weet ik al hoe het verhaal gaat lopen. En dan elke keer als ik dan een weekend tijd heb of een week tijd heb, dan kan ik die pagina's netjes uitwerken. Allemaal met potlood en met pen. Alleen het kleuren gaat op de computer. 30-jarig jubileum. 30-jarig jubileum. Stripmaker des Vaderlands. Vrijwilligerswerk. Ja. En mijn 25e album is uit dit jaar. Hey, kijk. Roos Vink. En ook perfect vertaald kunnen worden ook nog. Dat is een wens, hè? Dat zou ik mooi vinden, ja. Als dit verhaal, zeg maar, ook over de grens gaat straks. En ik hoop dat zo'n prijs als dit een beetje een buitenlandse uitgever over de streep helpt. Want dat is voor jullie heel de brandstijl, want vorig jaar stond hier zo toen ook op het podium. En toen was het zo dat zij met Hilt gewonnen had. Prachtig getekend boek, zelfs met eigen letters helemaal vormgegeven. Kun je ook nu nog gewoon vinden op de beurs trouwens. Ik heb hem zien liggen, dus Veerle, welkom. En Veerle, het is altijd de taak aan de winnaar van vorig jaar om iets te gaan tekenen voor de winnaar van dit jaar. Dus laten we eens kijken wat je hebt gemaakt. Fantastisch. Ik water. Dankjewel. Veerle, blijf eventjes nog bij me. Jan, waar krijgt hij een plekje? Waar ga je hem hangen? Heb je al een idee? Dat moet ik met mijn vrouw overleggen. Ik weet het niet. Ik ga een hele mooie plek uitzoeken. Ja. Fantastisch, prachtig. Veerle, dankjewel. Ja, mijn kinderen vinden het heel erg leuk en dat vind ik er ook wel heel mooi aan. Hè? Het is ook gewoon een waanzinnig goede manier voor kinderen om hun voorstellingsvermogen, hun fantasie en het lezen te combineren. Dus dat is, volgens mij is het een fantastische combinatie. Nou is het ook ontzettend mooi dat we dit weer in Breda kunnen doen. Breda als stripstad, hoe belangrijk is gewoon het stripfestival voor de Baroniestad? Ja, het stripfestival is echt wel belangrijk voor ons. In Breda zeggen we, Breda brengt het samen. En Breda is ook wel echt de stad van beeldcultuur. En daarmee hebben we een aantal mooie evenementen. Breda Foto is zo'n mooi evenement. Maar eigenlijk is dit net zo'n mooi evenement. Dus het past waanzinnig goed bij onze stad ook. €5.000. Ik laat je niet kiezen tussen waar je blij mee bent. Want het is ook wel echt een prachtige tekening die je net hebt gekregen. Maar deze check wordt er ook bij. En natuurlijk ook de vraag aan jou om voor volgend jaar ook weer zo'n prachtige tekening te maken. Voor de winnaar, maar voor nu van harte gefeliciteerd. Chris en Wiebe, Mokke. Wij ondertekenden hier vorig jaar ons contract. Dat was een goede keus, bleek. Chris en Wiebe hebben me heel erg geholpen met de redactie van het boek. Ze hebben mij een paar keer teruggestuurd naar de schrijf- en tekentafel. En daarom is het nog mooier geworden dan het al was. Het is heel belangrijk dat je een goede redactie hebt. Zo zie je maar. Hè.
kun je prijzen winnen. En ik dank de tijdschriften Zone 5300 en Brul. Die plaatsen ook strips van de Cosmonaut nog steeds. Dus dan leert het publiek de Cosmonaut kennen. Rob van Bavel wil ik bedanken. Die vroeg me vorig jaar om een mascotte te leveren voor de NK striptekenen. En daar heb ik toen al de Cosmonaut gegeven. Hij wist niet waar het over ging, maar hij is ermee akkoord gegaan. Dus dat is fijn. Die is nu de mascotte voor de NK striptekenen samen met Roos Vink. Deze prijs is een enorme eer voor mij. Het is een kroon op mijn werk, op mijn magnum opus, de Cosmonaut. De Cosmonaut is het sluitstuk, het eindverhaal op een lange reeks persoonlijke verhalen die ooit begonnen als autobiografische krabbeltjes. Lang geleden, ergens in 1989, begon ik daarmee. En dat was ook hier, in Breda, op deze locatie. Want toen was hier nog een kazerne. Ik groeide op tussen tijdschriften en stripboeken. De Eppo, de Tina, de Duk. En mijn moeder kocht alle Suske en Wiskes die verschenen. En die kregen we met verjaardagen, met Sinterklaas en tijdens lange autoritten op vakantie. Tot ongeveer 1984, toen kregen wij als pubers aandacht voor andere zaken. Maar Suske en Wiskes zit in mijn DNA. Dat dank ik aan mijn vader en moeder. En mijn zusjes zijn hier en die kunnen dat beamen. Avontuur, humor, stukjes struikgewas in de hoeken van de kaders. Soms een belerend vingertje en een knipoog aan het eind. Dat is Willy van der Steen. Tot slot. In 1975 verscheen het Suske en Wiske album De Vliegende Klomp. Dat was een uitgave van Standaard en de VVV Noord-Brabant. Ken je het? Ja. Daarin bezochten Suske en Wiske het natuurstudiecentrum van mijn opa. Jan Vriens heet hij ook. In Asten. En dat stond in het boek. En ik was daar zo trots op toen. En nu wordt mijn eigen naam in één zin genoemd. Met Willy van der Steen. Dank jullie wel. Dank jullie. Jan, dank voor de mooie woorden. Ik ben ontzettend blij. Onze winnaar van dit jaar. Striptekenen, dat is een website, en dan kun je inderdaad al eerder je strip gaan invoeren. Strip moet zijn minimaal 1, maximaal 3 pagina's. En het moet dan ook een eigen verhaal zijn, een eigen thema, en natuurlijk zelf getekend of ontworpen. Nou, al die inzendingen, op het moment wordt er gezegd, nu is het klaar met inzendingen, dan gaan we kijken wat we allemaal hebben, wie dat er dan in welke categorie valt. En dan krijgt een aantal inderdaad een uitnodiging voor onze finale op dus vandaag, de zondag van het stripfestival. En dan krijg je nog wel een opdracht mee, want het is niet alleen maar over beoordelen dit, nee, een nieuwe strip maken met een nieuw idee. Dus jullie finalisten, jullie kregen als thema mee, bedenk een strip met het thema feest. En wat dat oplevert, daarvoor ga ik onze jury erbij halen. Peter de Wit en Michel Nadorp, mag ik een applaus voor onze juryleden die dus het hardst hebben na zitten denken. Aangenaam verrast, want het zijn
sowieso veel inzendingen, veel hele mooie inzendingen. Ze hebben toch in een paar uur tijd een strip bedacht, een strip getekend, geschetst, getekend en grotendeels sommige helemaal ingekleurd. Dus nou, die zijn in ieder geval al een stuk verder dan ik, want in zo weinig tijd dat helemaal voor elkaar krijgen vind ik ontzettend knap, sowieso. En we hebben ze allemaal doorgenomen. Oké, Michel, als je anders deze kant uitgekomen, want Peter de Wit, jullie kunnen hem kennen van Gilles de Geus bijvoorbeeld, of Sigmund dat uitkomt. En jij maakt ontzettend veel. Welkom, Michel. Ja, werk voor Disney, hè? Heel veel covers, Donald Duck onder andere en dergelijke. Ja, nou ja, dat doe ik al heel lang. Ik maak veel covers voor Pockets. Ik maak wel de grote geef lees voor de lezers onder ons. En dat doe ik al heel lang en dus heel leuk. Ik vind het geweldig om te doen. Als het even komt, dan ga ik door tot het gaatje. En dan nu ook bezig voor deze kinderen. Was je blij met wat je zag, wat er met het thema werd gedaan, wat het aan niveau deed? Het is heel verrassend, want je merkt dat strips toch nog steeds heel erg leven bij kinderen. En er is een ontwikkeling gaande. Soms zie je wat meer Japanse invloeden en soms is het weer wat westers. Dus wat dat betreft is het wat ruimer dan hoe het vroeger was. Vroeger had je niet zoveel invloed, had je één of twee striplaagjes en dat was het. Nu zijn er veel meer smaken en dat hebben we ook aan de inzendingen gezien. Nou, jullie hadden wel even nodig en dat zat hem erin in ook de hoeveelheid? Of moesten jullie ook wel even praten van wie vinden we nou echt in deze leeftijdscategorie de winnaar, Peter? Nou, dat laatste sowieso. Er zijn natuurlijk heel veel, wat Michel zegt, heel veel verschillende strips. Verschillend in tekenstijl, verschillend in idee. Verschilt in uitwerking, dus dat zijn een beetje appels en peren. Dus dan moet je toch een beetje kijken wat geeft nu de doorslag. Dus we hadden, excuus daarvoor, misschien iets meer tijd nodig dan wenselijk. Maar we hebben ons best gedaan om de juiste keuze te maken. Nou, je zegt al, ik vind het super knap met wat ze in die tijd neer kunnen zetten. Soms helemaal ingekleurd en al ook. Zou jij uit de voeten kunnen met zo'n thema in zo'n korte tijd, ook voor jou, Michel? Nou ja, het grappige is, op deze dagen word je ook eigenlijk iedere keer voor het blok gezet. Want dan komen de mensen naar je toe. Die zeggen, kan je iets tekenen met? En dan komen de vragen met elk figuur. En dan moet je ter plekke iets verzinnen. En dan zit je toch even van, oh jee, wat nu? Ja. Dus dat geldt ook voor al deze kinderen. En die hebben een hele pagina moeten verzinnen. Dus dat is nog veel knapper als je dat in een korte tijd doet. We gaan kijken, hier staan die trofees. Dus we hebben drie leeftijdscategorieën. We gaan maar eens onthullen. En we kunnen het dus ook inderdaad laten zien. 9 tot en met 11, 12 tot en met 14, 15 tot en met 17. Jullie allemaal komen zo meteen gewoon naar voren. En allemaal, iedereen gaat sowieso naar huis met sowieso de gekke prijs. Een tas vol met stripboeken. Dus yes, die heb je al. Finalist ben je. Maar degene die wint, die krijgt een grotere tas met stripboeken. Die is best zwaar. Dus moet maar even kijken hoe je dat gaat verdelen om te dragen. En dan krijg je ook nog eens een keer een publicatie in het stripblad Eppo. Dus hoe gaaf is dat die dan echt gedrukt gaat worden. Dat je die dus inderdaad zou kunnen kopen. En dat je die kunt laten zien aan familie en vrienden en dergelijke. En dus de winnaars krijgen deze mee. Dus zullen we eens gaan kijken. Heren, zijn we klaar? Ja. Zullen we beginnen bij 19 tot 11? Het is een stap naar een grote carrière. Ja? De eerste keer dat je iets gepubliceerd ziet, is het mooiste wat er is. Dat geloof ik. En misschien lukt dat wel wanneer dat je tussen de 9 en de 11 bent. De winnaar in de categorie 9 tot 11 jaar is geworden Vina Metselaar uit Schagen. Dat wordt al heel verbaasd. Nou ja, Vina heeft een strip gemaakt die is getiteld Helene. Dat is de hoofdfiguur. En het is ook, ze heeft ook aandacht besteed aan het 50-jarig jubileum van de stripheldin Franca. Want Helene gaat naar de verjaardag van Franca. In het begin mag ze een wens doen met de magische lamp van Aladdin. En ze vergeet dat eigenlijk helemaal. En ze gaat Franca feliciteren. Franca, je bent echt het feestvarken. En dan bam, poef. Franca is veranderd in een varkentje. Die ook nog eens zegt, knor, knor. Wat betekent tijd voor de taart? Nou, Vina, dat is Vina denk ik, hè? Sorry. Hartstikke goed verteld. Je hebt het heel helder verteld. Wat belangrijk is bij een strip. Een strip lees je meestal snel. Je wilt het meteen kunnen begrijpen. Nou, dat is hier helemaal geen probleem. Het leest heel soepel. En op het einde zie je ook nog Mickey Mouse en Donald Duck als eregasten bij Franca.
Nou ja, kortom, dat vonden we naast alle andere prachtige inzendingen, want het waren best veel en heel goed, vonden we dit een verdiende winnaar, de strip Helene. Winnaar, wauw, gefeliciteerd dame. Had je al meteen dit bedacht? Had je thuis al diep over nagedacht? Ja, heel veel. Had je het ook al geoefend? Beetje. Heel klein beetje. Het eerste plaatje. En maar toen moesten er nog, wat is het, 8 bij? Ja, dat was wel een beetje stress, maar uiteindelijk is het gelukt. Nou, hartstikke goed gedaan. Als jij anders eens naar onze juryleden toe wil lopen. Peter, wil jij dan onze eerste winnaar, onze eerste stripkampioen, striptekenkampioen voor vandaag. Vina, feliciteren. Zo. Tadaa, en een hele mooie tas met stripboeken hebben we er ook nog bij. Ja, ook kijk. Ja, die heeft nog een extra tas nodig. Dus je bent gewaarschuwd. Als je wint, krijg je een zware tas. De prijs in deze tweede categorie is voor Leon Steegstra uit Pijnakker. Kom erbij, Leon. Je hebt echt een geweldige prestatie geleverd. Ja, draai maar even om, dan kunnen we ook even voor de foto mooi maken. Ik blijf aan deze kant, anders dan ga ik niet meer omlopen, denk ik. Ja, dat, je hebt hem al, pak hem maar inderdaad. Gefeliciteerd! En wat voor woorden zijn er nog meer, ja. Michel, voor onze kerstverse winnaar? Kom maar, ik vind dat kant je tekenstijl is echt uitmuntend. Je hebt een leuk plotje, een rond verhaaltje. En ik vind het hartstikke goed gedaan. Op het laatste blijkt dan ook nog eens dat het om de hond van, hoe heten ze alle twee? Hebben ze namen? Nee, goed. Het is dus een verhaaltje over twee vrienden en die zijn dus iemands verjaardags vergeten, denken we. Maar dan gaan ze dus heel erg hun best doen, die ene, om vlaggetjes te verzorgen als versiering voor Bobby. Nou, hij gaat de stad in, alles is dicht, behalve één winkel. Daar worden vlaggen verkocht. Nou, en wat blijkt, dat zijn niet zomaar vlaggen, dat zijn landenvlaggen. En Bobby is dus de hond. Dus, het is helemaal rond, het is een prijs waard. Zo. Ja, Leon dus, hè? Ja. Leon is tegenstrijd. Want Leon, vorig jaar deed je ook al mee, hè? Ja, want ik heb een fout gemaakt dat ik op de achterkant had getekend en dat was doorgedrukt. En hoe goed had je vooraf geoefend? Wist je al dat het dit moest gaan worden? Zo van, dan haal ik het in de tijd? Ik had alleen het verhaal geoefend, maar de tekeningen niet. Nou, de trofee is voor jou. Jij krijgt ook van ons een hele dikke stapel met stripboeken. Gaan we ook nog even een foto van maken. En mag ik dan voor Leon, onze tweede winnaar, applaus. Tot en met 17. We hadden er 3 in ieder geval. En dan de winnaar van de laatste categorie is iemand die ook al vaker heeft meegedaan, hebben we gehoord. En dat is Xinyu van Hoorn uit Duivendrecht. Hey. Echt waar! Ja. Kom naar voren, Xinyu. Wie had het niet verwacht? Eerste felicitaties van je ouders. En heel veel kwaliteiten. Het is leuk van opbouw. Je droomt over. Nee, dan ga ik de plot meteen verklappen. Het EK striptekenen, daar gaat het over. Je bent aan het oefenen thuis, ik denk in de klas ook. Klopt dat? Nee, het was gewoon bij het NK zelf. Dus, nee, gewoon zeg maar, ja, gewoon hier. En dan zegt ze gewoon, begin met tekenen en zo. Ja. Je bent zelf de hoofdfiguur eigenlijk. Wat we kunnen zien in de zaal, herkenbaar. Je bent lekker bezig en je wint ook. Is mogelijk. Wat een feest, ik heb gewoon gewonnen. En iedereen scandeert je naam. Zin. En dan ineens is het Zin. Hallo. Opstaan, hallo. Dan word je wakker geschud. Zin wordt wakker.
Het is al 8 uur. Je moet naar school toe. Yeah. Prachtig. Prachtig. Nou, dames en heren, applaus voor... bij ons komen, want jullie krijgen dus ook allemaal zo'n tas met strips. We vinden het ontzettend tof dat jullie mee hebben gedaan. En zo zie je ook dat je wellicht nog een keertje mee kunt doen. En wie weet lukt het dan gewoon volgend jaar wel als je nu denkt, oh, ik heb misgegrepen, maar ik vond het ontzettend leuk om het nog een keertje te proberen. En wie weet mag je dus dan de Nederlands kampioen striptekenen gaan noemen. Onze winnaars van dit jaar, applaus alsjeblieft. De winnaars van 2024.